50 jaar begraafplaats. Daar waar hij toen in stenen staat geschreven en bloemen liefde spreken zonder woord. Daar waar vergetelheid de stemmen verstilde die ooit in onze stad werden gehoord. Waar pioniersgeest zweeft over de paden van hen die onze stad hebben gemaakt. En hier en daar zie ik wat nieuwe mensen, nieuwe namen, van leliestedelingen door het virus wreed geveld, die in eenzaamheid het leven moesten laten, nu deel uitmakend van dit gravenveld. Ja, we staan hier op een bijzondere plek in Lelystad. En het verhaal van de stad laat zich altijd zien in het gezicht van een begraafplaats. En ik ken geen andere begraafplaats waar dat zo voor geldt als voor de begraafplaats in Lelystad. Hij is namelijk 50 jaar, net zo oud als onze stad. En wat we hier op deze begraafplaats ook zien, is de volwassenheid van onze stad. Want wat ooit begon met kleine boompjes, kleine plantjes, daar zien we nu gewoon een enorm parkachtig landschap. Deze begraafplaats is in meerdere opzichten bijzonder. Niet alleen door de ruimte, wat ook zo kenmerkend voor Lelystad is. Het groen, de stilte. Maar het is ook heel mooi, omdat je ook ziet de verschillende fasen waarin de stad verkeerde. Je hebt daar echt een natuurbegraafplaats, een heel parkachtig gedeelte. Later kwam meer het meer op rij neerleggen van de mensen. Kortom, het is een plek. Niet alleen waard is dat we er aandacht aan besteden, maar die ook zeker het bezoeken waard is. En ik mag u graag uitnodigen. En niet alleen om iemand te begraven of weg te brengen of te cremeren, maar ook om gewoon te genieten van de omgeving die we hier hebben en die toch heel uniek is, ook in Nederland. Wanneer een mens sterft, dan komen nabestaanden afscheid nemen. Bij de uitvaart wordt het leven van die mens herdacht, in alle toonaarden. Hoe was hij of zij als mens? Heel het leven van die mens komt langs, bij het samen zijn, bij het afscheid. Dit is meestal de manier waarop sterven en afscheid nemen gaat. Bij een pandemie, zoals het coronavirus, wordt alles anders. Afscheid nemen kan ook niet op de manier zoals we dat zouden willen. Er mogen niet meer dan 30 mensen bij een uitvaartplechtigheid zijn. We kunnen geen troostende arm om elkaar schouder leggen. Tijd om te delen is er nauwelijks. Het verdriet krijgt een extra dimensie. Ik vind het dan ook gepast dat ik ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van onze begraafplaats, Eulandhorst, ik enige woorden mag zeggen ter nagedachtenis aan de mensen die de afgelopen periode zijn gestorven en aan de mensen die zijn gestorven aan het coronavirus. Veel van de overledenen waren op leeftijd. Ze hebben volle levens geleefd. En ze hebben allemaal hun leven kleur gegeven die bij hen hoorde. Naast de mensen die zij waren, woonden ze ook nog eens in Lelystad. En gezien hun leeftijd is daar iets bijzonders aan. Ze zijn hier niet geboren, maar hebben ergens in hun leven besloten om naar deze stad te komen. Een stad die nog maar 52 jaar oud is. Dat kan zijn vanwege werk, vanwege familie, de liefde, mooi wonen, een goede groene omgeving of misschien de lokroep van de stad die altijd in ontwikkeling is. En als burgemeester van Lelystad ben ik hen daar dankbaar voor.